Hi Angelo. Hoi. Kun je jezelf even voorstellen? Mijn naam is Angelo Bezixi, ik ben 21 jaar oud. Ik ben geboren in Nijmegen, inmiddels woon ik in Doetinchem. Ik heb de opleiding Sociaal Cultureel Werk afgerond en ik ben inmiddels werkzaam bij Zorgbelang Gelderland. Aha, en wat doe je zoal voor Zorgbelang Gelderland? Ik ben projectleider bij Zorgbelang Gelderland. Zorgbelang is een organisatie die belangen behartigt van cliënten uit de zorg. En dat is op alle gebieden van zorg. Dus dan kun je denken aan huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, verslavingszorg. En op het puntje jeugdzorg heb ik een project. En wat is het project? Het project is het project Jongerennetwerk. Daar ben ik de initiatiefnemer van. Een aantal jaar geleden heb ik dat bedacht. Ik wilde graag een tomtom door jeugdzorgland gaan organiseren. Oké. Okay. En ik ben samen met een groep jongeren gaan bedenken van hoe moet dat dan eruit zien en welke vorm moet dat dan hebben en hoe werkt dat dan. Ik ben namelijk ervaringsdeskundige binnen de jeugdhulpverlening en vanuit daar wilde ik wat gaan betekenen voor de jeugd. Mm-hmm. En ervaringsdeskundige, dat betekent dat je dus daar zelf ervaring mee hebt? Ja. Kun je vertellen wanneer, in welke periode in je leven dat was? Ik was flink aan het puberen. Oh ja? Ja, ik moet zeggen dat het best wel een wilde periode is geweest. Ja. Mijn ervaring is begonnen met een crisisplaatsing op mijn 13e, in de zomervakantie toen. Het ging absoluut niet meer goed thuis en op een gegeven moment heb ik contact opgenomen met de jeugdhulpverleningsorganisatie van ik wil niet meer thuis wonen, het gaat echt niet meer. Mm. Als ik thuis blijf wonen, dan gaat het gewoon echt mis. Toen ben ik naar Nijmegen toe gegaan, naar mijn oudste broer en daar is toen bureau jeugdzorg gekomen. En die hebben toen bepaald dat het een crisisplaatsing werd in Ellecom en toen heb ik daar op een groep gewoond. Een verblijf, een heel groot pand met 8 slaapkamers, dus ook 8 jongeren, een hele grote tuin. Inmiddels, ik ben een keer terug geweest. Zo heel groot was het eigenlijk al niet. Daar ben ik nu achter gekomen. Maar toen was het heel groot. Jij bent wat groter geworden. Ja, ik ben wat groter geworden. Nee, maar een grote tuin. En daar verbleef ik dan. Had je groepsleiding die dan wisselde van diensten. En daar heb ik een maand gezeten ongeveer. Toen ben ik weer terug naar huis gegaan. Met de ambulante begeleiding kreeg ik toen thuis. Dat heeft een halfjaartje geduurd. Toen ging het toch niet meer zo goed als dat we dachten. Toen ben ik op een kort duur flexibel verblijf terechtgekomen. Daar gingen ze echt kijken van wat heeft Angelo nou eigenlijk nodig en wat is nou eigenlijk mis in het gezin? Waar kunnen we nou ondersteuning bieden? Toen ben ik een tijdje op het kort duur flexibel verblijf gebleven. En met de weekenden ging ik dan naar huis. En op een gegeven moment was het voor school handiger dat ik door de week thuis was en in de weekenden op het kort duur flexibel verblijf. Uiteindelijk zeiden ze het gaat zo goed, je kan weer terug naar huis. Dat is ook eventjes goed gegaan, maar toen ging het toch weer mis. Ik denk dat ik toen inmiddels 15 was. Mm-hmm. Ja, 15. En toen ben ik op het langdurig flexibel verblijf terechtgekomen in Doetinchem. En daar was ook niet meer de bedoeling dat ik terug naar huis zou gaan, dus ging ik richting zelfstandigheid. Toen heb ik daar mijn fasetraining afgerond op het langdurig flexibel verblijf. Dan leer je fasetraining? Ja, dan leer je in fases zelfstandig wonen. Dus je begint bijvoorbeeld 1 keer in de week voor jezelf te koken. En op een gegeven moment moet je 5 dagen in de week voor jezelf koken. En met de was precies hetzelfde en afwas. Eigenlijk alle stappen die je moet maken om zelfstandig te kunnen leren wonen, die maak je daar. En daar zit dan een soort van verdienmodel aan. Als je dat een bepaalde periode volhoudt, dan mag je op een gegeven moment de televisie op de kamer. Mm-hmm. En uiteindelijk krijg je dus ook de huissleutel. Dan kun je s'avonds thuiskomen wanneer jij wilt. En dan leer je daarmee omgaan. Dus dat zijn de fases. Ja, en toen ik die had afgerond, toen ik alle fases had afgesloten, mocht ik naar de kamertraining toe. Toen heb ik vanaf mijn 16e, ja, vanaf mijn 16e tot mijn 18e op de kamertraining gezeten. En op mijn 17,5 ben ik gaan reageren op woningen. Op mijn 18e had ik een eigen woning. Toen heb ik nog heel even begeleiding gekregen vanuit Lindenhout. En toen eindigde het verhaal van Lindenhout eigenlijk. Ja. Wauw, indrukwekkend. Okay. Ja, dat is een turbulente periode moet dat geweest zijn, stel ik me zo voor. Maar de periode daarvoor was erger, denk ik. Ja. Mm-hmm. Of erger, turbulenter, laat ik het dan zo. Ja. Ik ben in totaal een keer of 30 vuisten in mijn leven. Wauw. Inmiddels ben ik 21 jaar oud. Dus minimaal maar 1 keer per jaar, om het maar even zo te zeggen. Dat is wel, dat is een hoop. En hoe lang woon je nu waar je woont? 3 jaar, dus kan je nagaan. Wauw, ja. Dat is lang. Nou. Ja, dat is bijzonder. Hoe is dat? Heftig. Want ik heb inmiddels wel het gevoel, ik wil weer weg.
ja, ik weet niet zo goed wat ik daar nu nog moet. Mm-hmm. Ik ben gaan samenwonen met mijn vriendin daar. En wij zijn inmiddels uit elkaar. Dus ik ben wel weer van plan om terug naar Nijmegen te gaan. Ja, ik ben in Doetinchem gebleven omdat dat toen makkelijk was. Ja, nu heb ik gewoon een baan en zometeen een auto. Dus ja, Doetinchem is niet meer de plek om te moeten blijven. Ja, precies. Tijd voor een nieuwe fase misschien wel. Ja. Dat, ja. En je geeft al een beetje aan van dat je eigenlijk dus wel een goede ervaring hebt. Ja. Met de jeugdzorg en hulp. Ja, ja. Mede door mijn werk spreek ik veel jongeren die ervaring hebben met jeugdhulpverlening. En heel veel jongeren zijn ook best negatief of die kunnen ook best wel laten horen wat er mis is gegaan. Ja. En ik geef ook direct toe dat er niet altijd alle dingen even goed zijn gegaan binnen de jeugdhulpverlening en dat er ook zeker wel dingen anders kunnen. Je bedoelt maar, ook in jouw ervaring? In mijn ervaring, ja. Maar in mijn periode heb ik het eigenlijk wel heel erg naar mijn zin gehad. Voor mij was het heel erg wennen om binnen jeugdzorg terecht te komen. Toen ik op de crisisplaatsing terecht kwam, toen ben ik van het terrein afgelopen omdat ik wilde weten waar ik was. Dus ik was 13 jaar oud en ja, je wilt toch ontdekken wat de wereld om je heen is op dat moment. Ja. Je zit op een terrein en je denkt prima. Dus ik ben eigenlijk zonder bij na te denken ben ik een rondje gaan lopen door Ellecom. En toen ik terugkwam was iedereen een rapper, want Angelo was weggelopen. Terwijl dat helemaal niet mijn beeld was van ik ben weggelopen, ik wilde gewoon weten waar ik was. En dat was ik helemaal niet gewend. Thuis werd er niet naar me omgekeken, dus dat was heel erg zoeken. Ja, dat was heel erg zoeken. Maar uiteindelijk heb ik best wel een leuke periode gehad en heb ik er veel mogen leren. Dus daar ben ik wel blij mee. En, ja, dus dat is eigenlijk de kern van wat je zegt dat heel positief is, dat je veel geleerd hebt. Ja, en dat ze er voor me waren. Want toen ik zelf jong was, was daar niet iemand die er voor mij was. Er was niet iemand die voor me zorgde. En binnen de jeugdhulpverlening wel. En de ene begeleider was fijner dan de andere. En de ene begeleider wilde ik eigenlijk niet spreken of zien. En de andere, daarvan wilde ik niet dat hij wegging. Ja, dat zo. Maar uiteindelijk waren er wel altijd mensen. Dat was heel prettig. En ik heb ook hele mooie dingen meegemaakt. We zijn een keer op vakantie geweest. Een van onze begeleiders die raakte zwanger en die kreeg uiteindelijk een kindje. En dan ben je ook op kraamvisite. En ja, dat zijn gewoon hele leuke herinneringen. Dus ik heb daar wel, ik kan er wel met plezier naar terugkijken. Mooi.